Emmerhout wordt gewerkt aan een modelwoning. Samen met wijkbewoners en het onderwijs is deze woning een voorbeeld geworden voor langer thuiswonen en verduurzamen. In de proeftuinen leren we van deze experimenten om zo een aanpak te ontwikkelen voor bestaande woningen in de hele regio. Veel woningen in deze woonwijk zijn inmiddels 50 jaar oud en veel inwoners staan voor de vraag hoe ze langer thuis kunnen blijven wonen en hun woning kunnen verduurzamen. Bij de verbouw van een woning bleek ook in de praktijk dat inwoners voor lastige keuzes staan. Denk aan verschillende offertes en materialen. Ook moeten ze een afweging maken in het te nemen maatregelen. Niet alles kan in één keer. De modelwoning zal deze inwoners straks op weg helpen een goede keuze te kunnen maken. We ontmoeten in de woning twee wijkbewoners die vertellen over hun ervaringen met de proeftuin. Hans Verlos. En ik woon al 36 jaar hier in Emmen aan de Laan van het Kwekerbos. Ik ben Joke Bakker en ik woon aan de Laan van de Bork in Emmen. En aanstaande 1 februari woon ik hier 22 jaar. Ik heb een prachtige woning, maar ik zou graag van het gas af willen. En dan moet ik nogal wat doen in mijn huis. Dan moet ik onder andere zorgen voor vloerisolatie en de kookvoorziening moet veranderen. Wat het lastig maakt om mijn woning te verduurzamen, dat is dat ik er zelf helemaal geen verstand van heb. Ik ben dus afhankelijk van alles wat anderen mij vertellen. En daar moet ik ook op vertrouwen. Van de proeftuin op dit moment merk ik nog niet zoveel. Ik lees wat in de wijkbladen, in de kranten. Het moet nog gaan beginnen, het echte werk. Het is heel prima om in deze wijk te wonen. Toen we de advertentie zagen, wilt u dicht bij het bos wonen en toch dicht bij het centrum, dacht ik, oh, dat is het huis. Daar zouden we misschien wel heel graag terecht willen komen. En alle verwachtingen zijn uitgekomen. Ik zou helemaal willen voldoen aan wat de klimaatopdracht nodig is. Maar laat ik beginnen dat ik in ieder geval nog aan het elektrische koken wil. En ik zou ook heel graag vloerverwarming willen. Ik verwacht dat doordat je in het huis zelf bent en rond kan kijken, dat je op ideeën wordt gebracht. En dat je dan wel denkt van het valt eigenlijk wel mee om een stukje mee aan de opdracht van de klimaatverandering mee te werken.